U heeft een afspraak voor een Breuninger-behandeling om een huidtumor te laten verwijderen. Hiervoor zijn meerdere operatierondes nodig, met steeds een week ertussen. In eerste instantie worden er 3 rondes ingepland. Maar dit kunnen er ook meer of minder worden. We raden u aan om gemakkelijke kleding te dragen die niet over uw hoofd uitgedaan hoeft te worden. Tijdens de behandeling kunt u beter geen sieraden of make-up dragen. Daarnaast moet u een overzicht van uw medicatie meenemen en iemand die u na afloop thuis kan brengen. Het is niet nodig om nuchter te zijn. En u mag gewoon uw medicatie innemen zoals u dat gewend bent. Tenzij de arts u heeft gevraagd dit niet te doen. Bij binnenkomst in het ziekenhuis meldt u zich aan bij de aanmeldzuil. Hier krijgt u een ticket waarop staat waar u naartoe moet. Op de afdeling wordt u opgehaald door de zuster die u naar de arts brengt. De arts bekijkt de tumor en tekent hem af met een assenstelsel. Hierna wordt u plaatselijk verdoofd en wordt de afgetekende huidtumor weggesneden. Na de operatie wordt uw wond verbonden, maar de wond kan nog niet gesloten worden omdat de behandeling nog niet klaar is. In afwachting van de uitslag gaat u naar huis. Het verwijderde weefsel wordt naar de patholoog gestuurd, die het uitgebreid bekijkt. Hier heeft hij 5 tot 7 dagen voor nodig. Als er nog tumorcellen in de randen van het weefsel zitten, is er nog een operatieronde nodig. De operaties gaan zo door tot er geen tumorcellen meer te zien zijn in de randen van het weefsel. Zodra de randen helemaal schoon zijn, bent u tumorvrij en kan de wond gehecht worden. Na de behandeling komt u soms terug voor het verwijderen van de hechtingen. In sommige gevallen laten we de wond open en zal hij vanzelf dichtgroeien en genezen. Neem voor vragen contact op met de Polykliniek Dermatologie, download de patiëntenfolder of bekijk de veelgestelde vragen op erasmusmc.nl.